gehoord. Hij stuurde net zijn 100ste mail en dat is veel. Meneer Van Balen is mijn buurman. Hij weet overal alles van. Als ik vraag wat er dan mis is, dan zegt hij alles. Hij heeft last van zichzelf, daarin staat hij niet alleen. Hij is een last voor de mensen om hem heen. Meneer Van Balen was getrouwd ooit. Zijn vrouw heeft hem eruit gegooid. Ze gaf één reden, genoeg geleden. Meneer Van Balen heeft twee zonen, die beiden niet meer bij hem wonen. Ga niet langer met hem om, wie weet waarom. Hij heeft heel veel aanzien, met zijn stropdas en zijn pak. Het was een buitenkansje, ook al zit hij veel te strak. Meneer Van Balen heeft geen werk meer, sinds een jaar of 7 ongeveer. Niemand weet wat er gebeurd is, maar het ging mis. Meneer Van Balen loopt een rondje, 3 keer per dag met zijn schrift en hondje. Schrijft dan op per straat wat er niet aan staat. Hij is echt niet eenzaam, als je dat soms denkt. Al is er geen hond die aandacht aan hem schenkt. Meneer Van Balen ligt al dagen op de grond, maar wie kan vragen wat er met hem aan de hand is, want het is mis. Meneer Van Balen kan wel janken, waar heeft hij dit toch aan te danken? Hij deed toch alles goed,